Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. Institutionele versterking meer dan ooit noodzakelijk. Wetgeving kan spelen, moet sector ordenen en inkomsten verhogen. 19 personen gecertificeerd in georuimtelijke analyse. Paramaribo Urban Rehabilitation Program 2 wordt uiteengezet. Herstel- en asfalteringswerkzaamheden Quattaweg en Washingtonstraat van start. En bilaterale relatie belicht tijdens viering onafhankelijkheid Brazilië. Institutionele versterking is nu meer dan ooit noodzakelijk. Suriname heeft sterke instituten nodig om controle te hebben over de aanstaande meer inkomsten uit de olie- en gassector. Er zullen sectoren opgebouwd en versterkt moeten worden die voor altijd kunnen bestaan. Daarom is investeren in human capital ook een vereiste. Het komt goed met Suriname, maar het zal aan ons liggen. Aan het woord is Karel Eckhorst, Surinames hoofdonderhandelaar bij het Internationaal Monetair Fonds. Hij wijst op het belang van institutionele versterking. Het is nu de tijd om deze instituten te versterken, om die institutionele versterking te doen. En ga je zeggen waarom? Straks moeten we dealen met miljarden, honderden miljoenen extra inkomsten uit gas en olie. Als we gaan dealen met zulke grote inkomsten, zulke grote windfalls, meer opbrengsten, zal je hele sterke instituten moeten hebben. Omdat als die instituten niet sterk zijn, deze inkomsten zullen weglekken. En niet richting ontwikkeling van het land, maar richting verrijking van een kleine groep. Omdat je die controle niet gaat hebben over die inkomensstromen als staat. En je in elk geval de instituten nodig gaat hebben om die grote inkomensstromen te kanaliseren richting duurzamere stromen van kapitaal, duurzamere vormen van kapitaal, die op het gegeven ogenblik ervoor moeten zorgen dat die afhankelijkheid aan mijnbouw, want olie gaat op, gas gaat op, bauxiet, goud gaat eens op, maar dat we in elk geval sectoren gaan versterken en gaan opbouwen die eigenlijk voor altijd bestaan. En een van de zaken waarin we enorm veel gaan moeten investeren, omdat dat de basis had moeten zijn voor duurzame en inclusieve ontwikkeling, is onze mensen. Human capital. Is human capital. We gaan heel veel daarin moeten investeren. Is een type kapitaal met de hoogste opbrengsten binnen niet al te lange tijd. En het maakt niet uit als het maar gaat om skills development, kennis, kinderen mogelijkheden bieden, buiten formeel onderwijs, om toch door te kunnen gaan, tot grote hoogtes door te kunnen gaan. We hebben veel kinderen die uitvallen uit het systeem, omdat ze niet mee kunnen gaan. Dan moeten we naar mogelijkheden kijken, investeren in mogelijkheden die die kinderen wel kunnen meenemen. En dat in elk geval die skills development. En ik praat niet alleen over universiteit geschoolden, maar ook gewoon goede technici. We hebben veel technische mensen nodig op alle niveaus. Lagere technische school, middelbaar technisch en ook hoger technische school om dit land op te bouwen. Los van de administratieve krachten die we al opleiden, zullen we heel veel moeten investeren daar. Mensen die dingen kunnen maken, dat hebben we nodig. Met hun hand kunnen maken. Dus, nogmaals, ik heb goede hoop. Ik zou niet hier zitten als ik geen hoop had. En omdat ik toevallig in de ik bevind me in de situatie om te kunnen vergelijken. Ik zit in een organisatie waar 190 landen het heel jaar door worden bestudeerd, worden bekeken, worden beoordeeld, worden geëvalueerd. En ik
kijkend naar die 190 landen. Ik doe niet alleen Suriname binnen het executive board van het IMF. Bij de wereld, toen ik voltijds bij de Wereldbank zat, had ik 28 landen in mijn portefeuille. En u zult mij nooit horen praten dat Suriname verloren is. Absoluut niet. Absoluut niet. Het komt goed met Suriname. Maar het zal nogmaals aan ons liggen. Het parlement heeft deze week de gewijzigde loterijwet, wet casinobelasting en wet toezicht en controle kansspelen goedgekeurd. De wetgeving moet volgens minister Stanley Raghubarsingh van Financiën en Planning ordening brengen in de sector en inkomsten van de staat verhogen. De bewindsman is het eens dat de inkomstenbelasting uit het casinowezen hoger moet zijn, omdat het gevoel bestaat dat de omzetten in deze sector ook groter zijn. Ja, voorzitter, er waren wat kleine toelichtende vragen en daar wil ik graag op ingaan. Casino's die geen bankrekening mogen openen en hoe stort ze dan? Bij de Belastingdienst. Voorzitter, bij de Belastingdienst is al enige tijd zijn er geen kassa's. Dus je moet het bankair doen. Bij de Belastingdienst is er wel een faciliteit dat mensen daar kunnen storten. Dus dan wordt daar gestort en de Belastingdienst doet geen cash handelingen meer. Het punt van casino's, sommige geld die dagelijks komen en gaan, compliance, banken zijn huiverig, zeker in het kader van het thema wat hier al een paar keer genoemd is, National Risk Assessment. Banken zijn huiverig om zonder meer toe te laten en de klacht is vaker geuit, niet alleen in dit kader, maar vooral ook in het kader van de kleinere man en vrouw, van het mogelijk maken van financial inclusion van mensen om een bankrekening geopend te krijgen is veel te moeilijk. Dus dat is iets wat onder de aandacht is. Dat is vooral in het beleidsgebied van de centrale bank, maar ook bij financiën in beeld. Dus wat we hier kunnen doen is dat ik met de vertegenwoordiger van de centrale bank en het bankwezen in overleg wil treden om te kijken als hier zaken zijn die opgelost kunnen worden. Ook voor dit onderdeel van het ondernemerschap. Voorzitter, het punt van die belastingen 50% en 36% is door het voorstel van collega van Justitie en Politie is net impliciet is beantwoord. Het viel inderdaad terug naar wat in de inkomstenbelastingwet geregeld is en dat wordt dus nu ten dele hersteld. Het doel van deze wet en meerdere regelgeving, voorzitter, is inderdaad om betere ordening, controleinstituten en ervoor zorgen dat ook de inkomsten verhoogd worden. Dus dat gevoel dat hier geuit wordt, ik voel dat mee, dat die bedragen die genoemd worden qua inkomsten, dat dat wij afvragen, ja, is dat alles wat er binnenkomt? Waarschijnlijk komt er meer binnen. Door andere vormen, speeltafels worden belast, voeding wordt belast. Nou, een deel van die discussie hebben we gehad. Maar ik denk dat het terecht is als gezegd wordt, kijk in hoeverre je die inkomsten niet kunt vergroten, omdat ons gevoel is dat de omzetten die daar gehaald worden, dat die zodanig groot zijn dat waarschijnlijk de inkomstenbelasting en andere vormen van belasting hoger zouden kunnen zijn. Wij willen dat beslist meenemen omdat wij er allemaal belang bij hebben dat die inkomsten gemaximaliseerd worden. Negentien personen afkomstig van ministeries en instituten zijn in de afgelopen periode gecertificeerd in het analyseren van georuimtelijke gegevens.
Het betrof een intensieve trainingsreeks die heeft plaatsgevonden van mei 2023 tot augustus 2023. De deelnemers hebben een certificaat op woensdag 6 september in aanwezigheid van onder andere de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Robert Foucher, in ontvangst mogen nemen. Goedendag, mijn naam is Christian Ramklauwen, een van de partners in de constellatie met Servier Amazonia, NASA, USAID, Libra en GISAR. En deze partners zijn gebundeld om een capaciteitsprogramma, een trainingprogramma te bieden in de richting van geospatial analysis. Dat heeft allemaal te maken met het analyseren van ruimtelijke data, satellietbeelden, welke te maken hebben met klimaatverandering, met het beschermen van biodiversiteit, het verbeteren van de manier waarop we landbouw doen en ruimtelijke planning. Kunnen we zeggen dat we nu klimaatexperts hebben? U heeft nog niet aangegeven om hoeveel het gaat. Ja, we begonnen met 21 participanten en Servier Amazonia is de executor, USAID is de financier en Servier Amazonia is onderdeel van NASA, de Amerikaanse Space Agency. En van daaruit zijn dus die trainingen verzorgd. In oktober vorig jaar zijn ze in Suriname geweest om te ontdekken van hey, wat voor uitdagingen zijn er? Wie zijn de mensen die deze trainingen nodig hebben? Welk niveau hebben ze nu? Er zijn toen 21 individuen geïdentificeerd vanuit de verschillende ministeries en instituten. Dan moet je denken aan onze stichting Bosbouw, Toezicht en Bosbeheer, SBB afgekort. CELOS Narena, het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, het ministerie van Landbouw, het ministerie van Openbare Werken. Dus verschillende instituten, verschillende ministeries en daaruit is er een groep van 21 ontstaan. En uit die groep van 21 zijn er vandaag hier 19 participanten die hun certificaat in ontvangst nemen. En terwijl wij hier staan, zijn zij hun eindresultaten ook aan het presenteren aan de Amerikaanse ambassadeur en aan de representatieven van hun diverse instituten. Tot slot zal ik nogmaals de American Hub of the Alliance of Biodiversity International, de International Center for Tropical Agriculture en de Libra Group willen bedanken voor het fantastische werk dat ze hebben verricht bij de voorbereiding, organisatie en het hosten van deze training. En nu is het tijd voor u om uw certificaat in ontvangst te mogen nemen. Ik wil jullie allemaal feliciteren en ik wil jullie allemaal bedanken voor je geduld met mijn Nederlands en voor je aandacht. Op vrijdag 8 september 2023 vond een persmoment plaats in zake het Paramaribo Urban Rehabilitation Program 2, PURP 2, welke wordt uitgevoerd door het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Tijdens de persbriefing zijn de specifieke werkzaamheden en geplande acties rond de Palmentuin en de waterkant belicht. Verder zijn de te verwachten rehabilitaties rond dit vervolgprogramma voor de komende 2 jaar uiteengezet. Kijk mee. Ja, we vonden het nodig om de pers die informatie te geven, zodat het publiek natuurlijk meer te weten komt over wat er allemaal gebeurt. PURP 1 loopt goed, PURP 2 zit eraan te komen. We hebben vandaag meer gefocust op in elk geval Waterkant en Palmentuin. Om de mensen vooral aan te geven wat er gebeurt binnen Palmentuin. We hebben op dit moment zijn de arboristen bezig in alle bomen te klimmen,
al het vuil weg te halen, alles weg te halen dat niet daar hoort. En dan gaan we opruimen. En eind september willen we Palmentuin gedeeltelijk opengooien. Gedeeltelijk, omdat we nadat alles is opgeruimd, we dan gaan beginnen met het aanleggen van looppaden, verlichting, noem maar op. De kunstwerken die er moeten komen. En het is goed dat we de mensen dus daarover informeren. Omdat het blijkt dat er toch nog te weinig informatie is, te weinig besef is waarmee we bezig zijn. En aan de andere kant, die informatie over waterkant. We wilden na 9 augustus starten, maar de gesprekken duren een beetje langer, maar we gaan in oktober beginnen met die renovatie van de waterkant. Welke gesprekken duren nog even? De gesprekken met de crafters en de gesprekken met de standhouders die daar hun waar verkopen. Maar we zijn op schedule en Purp 2 zit eraan te komen, omdat Purp 1 goed loopt. En een van de mooiste dingen in Purp 2 is natuurlijk dat we gebouw 1790, dat is de ruïne welke staat naast het kabinet van de president, in Purp 2 is opgenomen. En dat zal een nationaal museum gaan worden. Hoe staat het met UNESCO en de samenwerking in Suriname? Goed, kijk, onze binnenstad behoort tot werelderfgoed en we moeten erop blijven. En daarom moeten we erop toezien dat wat we dus nu hebben, we dat goed onderhouden en mooi maken. En dat is eigenlijk de bedoeling van het Purp-project. Recharging the historic town, leefbaar maken van die binnenstad. Zeker. Een van de vereisten is natuurlijk dat je niks zomaar afbreekt. Je geschiedenis moet daar blijven. En dat is dus ook de bedoeling van overal waar we bezig zijn. Ook met de gebouwen waarmee we bezig zijn. Dat het historische blijft. Maar je moet natuurlijk gaan kijken hoe verfraai je het. Hoe maak je het mooier. Hoe moderniseer je. Maar je blijft natuurlijk wel binnen dat kader van dat historische. Binnen hoeveel tijd zal dit project helemaal afgerond zijn? Nou, Purp 2 moet in 2024 beginnen. Dus we hopen en we zijn op lijn dat we in voor die periode alles dat te maken heeft met Purp 1 hebben afgerond. In november, eind november moeten we afronden de gebouwen waterkant 3032, gebouw van sociale zaken. We gaan dus nu beginnen met de twee gebouwen van Juspol. Dat is het gebouw Gravenstraat, Henk Aronstraat tegenover Assemblée en Grote Combe. Weg. Dus zo zijn we bezig en in 2024 moeten we van start gaan met Purp 2. De rehabilitatiewerkzaamheden aan de Kwattenweg en wel vanaf Posrinstraat zijn gestart. Minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken spreekt van een rehabilitatieprogramma dat professioneel door de Wegenautoriteit is voorbereid. Op maandag 4 september jongstleden is er een aanvang gemaakt met de herstel- en asfalteringswerkzaamheden aan de Kwattenweg en de Washingtonstraat. We zijn op dit moment aan de Kwattenweg, waar de rehabilitatiewerkzaamheden plaatsvinden van de Kwattenweg. Je weet, het ministerie heeft een beleid afgevaardigd dat met de mogelijkheden die we hebben, we prioriteit gaan geven aan de hoofduitvalswegen, waar de meeste mensen gebruik van maken. We zijn niet in staat alle 1 miljoen wegen te doen, dus we hebben gekozen voor de hoofduitvalswegen. En de Kwattenweg behoort er tot één fase. Nu is de Kwattenweg wel gesplitst in twee delen. U weet het gedeelte vanaf weg naar zee, waar de zondagmarkt is, tot naar Saramaka, wordt gedaan door het bedrijf Tjongalanga. En dat is upgrading van de hele weg tot een verzwaarde weg, dus een stuk van de highway. En dat gaat door tot Nieuw-Nikeri. En dit gedeelte behoort tot het rehabilitatieprogramma dat ik een paar weken terug heb aangekondigd. En wordt deels uitgevoerd door de Wegenautoriteit. Er is een ander project dat uitgevoerd wordt door OW. En er is een andere fase die uitgevoerd wordt door de IDB. En wat u hier ziet is rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd door de Wegenautoriteit. Dat betekent dat men opgemeten heeft waar zijn de zwakke plekken. Waar goed is, hoef je niet aan te raken. Dat is het kenmerk van de asfaltweg. Dus men gaat de stukken die slecht zijn, die gaat men helemaal rehabiliteren. En dan is de lifetime van zo'n gedeelte weer 10 tot 15 jaar. Heb je goede weg. Je kan het zien aan de La Roekweg. De La Roekweg hebben we niet de hele weg hoeven te doen, maar selectief de delen die het zwaar zijn. En vandaag als je rijdt,
denk je dat je over een nieuwe weg rijdt. Nou, dat is kostenbesparend, maar ook duurzaam. Laten we zo zeggen dat het rehabilitatieprogramma die we uitvoeren, wordt door de wegautoriteit en door het budget van het ministerie van OW uitgevoerd. En we hebben een beperkt budget per jaar. Wij hebben gekozen om voor dit jaar alvast de strategische uitvalswegen te kiezen. Waar de meeste mensen rijden, dat is bijvoorbeeld de Washingtonstraat, de Quattenweg, de Johannes Mongrasstraat, de Gemeenlandsweg, de Van Hogerenstraat gaat ook gedaan worden binnenkort. Dat zit in het programma van de IDB. Dus dat zijn de hoofdwegen. Per jaar hebben we dus een beperkt budget. En het budget dat we dit jaar spenderen zijn deze wegen onder andere. En er komen nog een aantal zoals de Gomperstraat, Saramaka, de Sido-Dadiweg zit op de agenda. Volgend jaar hebben we weer ruimte voor een nieuwe set wegen. En daarom hebben we gekozen om een groot deel van ons budget te spenderen aan duurzame rehabilitatie. U moet voorstellen dat volgend jaar hoef ik deze wegen geen lap- en plakwerk meer te doen. U kent dat geval waarbij ik asfalt moet brengen met een schop, snel wat gaten moet liggen. Deze wegen vallen eruit. De Federatieve Republiek van Brazilië vierde op donderdag 7 september 2023 zijn 201ste onafhankelijkheidsdag. In dit kader vond er op de residentie van de Braziliaanse ambassadeur in Suriname, Rafael Acevedo, een receptie plaats waarbij ook president Chandrika Prasad Santokhi en First Lady Melissa Santokhi Sinachiri aanwezig waren. Zowel het staatshoofd als zijn gastheer bleven stilstaan bij de bilaterale banden tussen de twee buurlanden. Ambassadeur Acevedo belichtte in zijn toespraak de langdurige samenwerking en lopende projecten tussen Suriname en Brazilië. De diplomaat onderstreepte ook het belang van het versterken van de banden. President Santokhi memoreerde zowel de successen als uitdagingen die Brazilië hebben gevormd tot een soevereine democratie. Het staatshoofd wees daarbij op de gemeenschappelijke idealen van welvaart en duurzame ontwikkeling voor alle Brazilianen. De president merkte op dat Suriname en Brazilië al 47 jaar sterke bilaterale betrekkingen onderhouden, gebaseerd op de behoeften van Suriname en de toewijding van Brazilië om te ondersteunen waar mogelijk. Hij prees de technische samenwerking binnen het Braziliaanse Samenwerkingsagentschap ABC en de donaties van medicijnen door de Braziliaanse regering. Het staatshoofd sprak ook zijn medeleven uit naar degenen die dierbaren hebben verloren als gevolg van de verwoestende orkaan in Brazilië. Beste kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.